Het personeel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij is bereid in te leveren om het bedrijf uit de problemen te halen. Dit zei Jermaine Kerk, tweede secretaris van de Bond Personeel SLM, gisteren op een persconferentie. Maar de medewerkers willen wel uitbetaald worden tegen de huidige koers. Kerk benadrukt dat het geen verzoek is voor loonsverhoging, maar dat het personeel slechts wil wat haar toekomt. Ook als de directie dat in orde maakt, zal het personeel nagaan waar zij het bedrijf weer tegemoet kan komen. We geven je een deel terug om deze situatie te overbruggen. En dat vragen wij, daarvoor vragen wij ook begrip van de samenleving. Wij hebben een heleboel exercities uitgerekend om in te leveren. Ons voorstel als BPSLM en als leden is dat een bedrag van bijna 1,5 miljoen SRD per maand geven we terug aan de SLM. 1,5 miljoen, ongeveer $100.000, zeggen wij, werkgever, het gaat niet goed, hora monino. Probeer ook uit te komen, want we moeten het probleem oplossen voor elkaar. Het kan nooit zo zijn dat de SLM staande blijft en het personeel versuipt, want dan heb je geen gezond bedrijf, geen gezonde bedrijfsvoering. Kerk benadrukt dat er geen begrip is vanuit de samenleving, omdat die niet goed is geïnformeerd. Hij wijst erop dat het personeel al maanden inlevert zonder dat de gemeenschap dat weet. Niemand vertelt dat de medewerkers hebben aangegeven dat ze willen inleveren. Nog meer dan ze al de afgelopen maanden hebben ingeleverd. Dat wordt nooit verteld. Er wordt gezegd, de bond is onredelijk dat zij in beraad zijn. Wat verwacht u van medewerkers die al een hele maand met een verminderd salaris leven en niet uitkomen? Mensen die niet meer naar het werk kunnen komen omdat hun geld op is. Ze kunnen geen bus betalen, ze kunnen geen brandstof kopen voor hun auto. Jermaine Kerk, tweede secretaris van de Bond Personeel SLM, gisteren op een spoedpersconferentie.